Voor degene die de lange vlogs hebben gemist, die de wedstrijdvlogs hebben gemist, heb ik nu iets heel erg leuks, want het is een lange wedstrijdvlog. Ja, het is wel een beetje, misschien minder leuk, maar het is een video van vorig jaar. Ik had toen twee video's gemaakt van Horseshow in Valsterbo met Dayano, waar ik voor het eerst in de Nations Cup team zat. En daar had ik twee video's van gemaakt, die heb ik nu in één gestopt. En de reden dat ik deze nu plaats is dat het eigenlijk deze week plaats zou vinden. En door de corona ging dat natuurlijk niet door. Ik heb deze video's gisteren terug zitten kijken en ik vond het echt weer genieten. Dus het is sowieso een hele leuke video om weer terug te zien. Ik heb er elke keer kleine stukjes uitgehaald die iets te langdradig waren of die minder leuk. Dus eigenlijk is het nu één complete video geworden in plaats van twee lange video's zoals ik vorig jaar heb gedaan. Dus je hebt nu een heel overzicht over hoe het is gegaan met de reis. Hoe Dayano is gegaan met trainen. Hoe ik lessen kreeg van de bondscoach. En hoe de wedstrijd was gegaan. En wat niemand weet wat heel erg leuk is. En een extra touch met het kijken van deze video. Want misschien ga je er nu heel anders naar kijken. Is dat ik en Koen als enige wisten dat ik zwanger was. En je ziet me ook proosten met wijn en met uit eten gaan. Dat ik gewoon een drankje aan het doen was. Daarom dacht iedereen van, nou, er is niks aan de hand. Maar ik deed die heel erg stiekem soort van aan mijn lippen. Terwijl ik geen slokje nam. En heel stiekem zo naast de stoel deed ik elke keer een stukje uit het glas schenken. Zodat het leek alsof mijn glas leeg ging. Ik heb iedereen een beetje misleid. Ik heb iedereen een beetje, nou, niet in de maling genomen. Maar we wilden het toen nog niet bekendmaken. Omdat het zo vroeg was nog. Dus ik was daar al zwanger van mijn zoontje Lucas. En Dayano ging fantastisch goed. Dus in ieder geval heel erg veel plezier met het kijken van deze video. En ik vind het heel erg leuk om deze nog een keer op deze manier te laten zien. En ik ga hem zelf ook weer met heel veel plezier terugkijken. Dus laat eventjes weten in de reactie onder deze video hoeveel zin je weer hebt in de wedstrijdvideo's. Want die vind ik zelf ook het allerleukste om te maken. En hopen dat dat snel weer gaat gebeuren. Want ik ben lekker aan het trainen. Ik ben weer helemaal na mijn zwangerschap, na mijn bevalling. Na het breken van mijn been ben ik weer helemaal back on track. Dus binnenkort komen er weer wedstrijden aan. En nu kunnen we in ieder geval alweer van een klein voorproefje genieten. Maar deze trouwe truck gaat weer ons naar een heel ver weg stand brengen. We gaan namelijk naar Zweden vannacht. Dus daarom dacht ik begin nu mijn video. Want dan is het nog licht. En dan voordat de andere beelden beginnen snappen jullie waar het over gaat. Maar we zijn denk ik al 3-4 dagen bijna voor mijn gevoel non-stop tv-wagen aan het laden. Er was natuurlijk ook echt heel veel uit voor de internationale wedstrijden. Dus hij ligt weer helemaal vol met alles drie. Dubbel ongeveer voor onszelf en voor de paarden. Alleen Dayano gaat mee. En wat super tof is, is dat ik na gisteren of CSI Twente, die video is ook al online gekomen, die maandag gelijk daarna, werd ik gebeld dat ik opgenomen was in het Nations Cup team. Wow! 5 sterren Grand Prix voor de Valsterbo Horse Show in Zweden is dat. En ik ben er al een keer geweest met Cento. En ze vroegen van, zou je het leuk vinden of om in dat team te zitten met Hans-Peter Minderhout, Patrick van der Meer en Tamar Zwijstra. En Patrick en Hans-Peter zijn allebei mijn trainers. Dus hoe cool is het dat ik met mijn eigen trainers in hetzelfde Nations Cup team zit. Dus ik zei al na CSI Twente van ik hoop gewoon dat ik een hele goede indruk heb achtergelaten. Want ik rijd nog geen 70. Maar misschien gaat deze wedstrijd wel gebeuren. Want we zijn weer vooruit gegaan en het gaat echt onwijs goed. Dus daar gaat eigenlijk deze video over. En vannacht om tussen 2:30 en 3:00 gaan we vertrekken. Want we moeten met de boot. Dit intro wordt alweer veel te lang. Ik hoop dat je het leuk vindt met het kijken van deze video. Ik ben niet zenuwachtig, maar ik vind het wel heel spannend. En natuurlijk heel erg leuk. Dus doe alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. Want ik denk dat die gewoon echt keigaaf gaat worden. En vergeet niet te abonneren als je nog geen abonnee bent. Want dat is alleen maar beter. Dat maakt het leven gewoon een stuk leuker. Het staat. Ik heb de laatste boodschap gedaan. Nog even mijn laarzen laten maken. Dat was ook vandaag met spoed. Want mijn zool die kwam er ongeveer zo. Of mijn flapje van mijn leer kwam zo onder uit mijn zool. Dus dat is allemaal gemaakt. De vrachtwagen is gemaakt met de ruitenwissers. Ik zal eventjes laten zien. Je kan daar alleen zaagsel krijgen. En we gaan natuurlijk, het is vandaag dinsdag en we gaan al weg. Tot zondag. Dus we hebben een extra zaagsel.
Want hij staat sowieso op zaagsel. We hebben extra stro. Gewoon, dan kunnen we het een beetje mengen. En dan heeft hij wat knabbelen overdag. Dat zijn twee pakken hooi. Want omdat hij op zaagsel staat, krijgt hij meer hooi natuurlijk. Dus we hebben de partytent bij ons. De uitklaptafel, campingtafel. Voor als het warm is, de ventilatoren. Voor op stal. Stoeltjes extra. Het voer gaat er straks hier nog voor. En we moeten natuurlijk voor Diane onderweg ook genoeg eten en drinken hebben. Dus dat is de voer voor onderweg. En ik heb lekker peentjes voor onderweg. En ja, dan ga ik jullie gewoon laten zien hoe wij dat doen op zo'n lange reis. Zo, goedemorgen. Het is 8 uur, denk ik. We zijn eventjes gestopt om te tanken, zodat we straks de reis helemaal door kunnen zetten naar Zweden. En dan weer terug kunnen komen in Duitsland. We hebben een beetje uitgerekend, want daar zal het niet heel fijn tanken zijn, denk ik. Diana gaat hartstikke goed. Ik heb hem even wat peentjes op de grond gegeven en wijd gezet, zodat hij heel even lekker kan rekken en strekken. En dat schijnt, heb ik gehoord, ook wel goed te zijn voor het plassen. Hij heeft zo te zien nog niet geplast. Maar het gaat hartstikke goed met hem. En ik had een knuffeltje hier zo gehangen. Aan dit, die hangt hier, die is helemaal doorweekt. Dus waarschijnlijk heeft hij er wel mee gespeeld. Dus eigenlijk vermaakt hij zich wel. Hè, knul? Ging bijna tegen onze vrachtwagen aan. Maar goed, Diana heeft al die tijd echt super braaf gestaan. Even alles goed op slot hier. Maar om hier zo te komen hebben we in Nederland al heel veel documenten moeten regelen. De NVWA die eigenlijk zorgt dat alle documenten voor het reizen van het paard, dat die gezond is, mee mag. Door Europa heen en andere dingen zijn al geregeld van tevoren en nu zijn we hier en dan moet je een ticket gaan halen. Dat gaat mijn moeder nu doen. Heel formulier invullen. Heel formulier invullen. Staartmans. Staart en baardmans. Nou, daar gaan we. Zo, we zijn er. Natuurlijk nu eerst even kijken waar de stal is. En mijn moeder zei onderweg alleen maar, oh dit herken ik, oh dit herken ik. En ik herkende eigenlijk helemaal niks. Dus, en nu loop ik hier en krijg ik zoveel herinneringen van die wedstrijd met Cento. Ik weet nog precies hoe Koen met Cento hier liep. En niet omdat het nu Cento is, dat hij er niet meer is. Maar het is zo lang geleden en het was toen zo gaaf. En nou
al die herinneringen weer terug. Ik zal even de camera omdraaien en dan gaan we de bok zoeken. Zo zien de stallen eruit. Het is echt gigantisch groot hier. Daar loopt het ook nog helemaal door. Dit zijn altijd heftige dagen, jongens. Het is niet normaal. Zo reis en dan gelijk uitladen in de bloedhete zon. Maar het is hier goed geregeld, want deze wordt eventjes opgetild. Het is best krap op stal, dus het gaat even passen en meten. Oh, even vertellen waar we heen moeten. Hey, kijk, stom. Nou, dit is de stal dus. We staan helemaal achteraan. Dit wordt natuurlijk ook nog helemaal volgebouwd. Dus dat wordt adem in als je de stallen uit wil. Diana heb ik gelijk even op stal gezet. Maar heb nog niet gerold. Wel veel gedronken. Goed zo, knul. Dus ik laat hem heel even bijkomen. En als de stal in orde is, dan ga ik hem even 10 minuten stappen. Dat is denk ik wel even belangrijk. Ik zal even het eindresultaat laten zien hoe het er allemaal uitziet. Kijk, ik heb dit nog even opgehangen. Dit heb ik nieuw. Dat vind ik echt heel mooi met dat donkere hout. Diana staat te eten. We hebben hem even gewassen en gestapt. Water. En de harde kern uit Naaldwijk is er ook. Hoi Lau! En Queenie is er ook! Queenie! Queenie! En Chinookie! Nookie Nookie! En er is er een jarig! Hoera! Hoera! Hey! En daar hebben al iedereen uit heel Europa, heel de wereld, is hier voor hem. Kijk, jij begrijpt het. Nou, dat was even de staltour. Kleine staltour. Tot ziens. Rest aan het rijden. Ja. Dag lieve kijkers, kinderen. Dag. Dag. Wat me misschien leuk lijkt, we gaan heel even het stroodorp in. En daarna gaan we lekker slapen. Wat wilde ik zeggen? Maar dan ga ik mijn camera omdraaien. Dan ga ik jullie zoveel mogelijk proberen te laten zien. Want nu is het rustig. Morgen is het echt, nou je wil niet weten hoe druk het hier is. Ik zag net ook al hordes mensen de uitgang uitgaan. Maar ik ga nu de camera omdraaien. En dan ga ik jullie weer in versneld laten zien hoe het hier uitziet. En er zit een vlieg in mijn shirt. Oh. Oké. Dat zal ik wel even uitknippen. Nou, hier een rondleiding over het terrein. 3, 2, 1. En mijn moeder zit vast in het hek. Ik ga deze video nu afsluiten, want volgens mij heb ik best wel leuke dingen opgenomen. Dus ik ga gewoon deze video eentje maken. En dan daarna even weg, anders is het een beetje awkward. Want ik sta te filmen in de deuropening. Maar dan maak ik gewoon van de wedstrijd, net als toen van CSI Twente, maak ik gewoon van de wedstrijd een aparte video. Dus ook uit zelfbescherming zeg ik gewoon, ik maak meerdere video's. Dus deze video sluit ik af. Aju paraplu en tot de volgende keer. Goeiemorgen. Dit is video 2 van ons avontuur in Zweden. En ik ben eventjes de fiets aan het ontkoppelen van de sloten. Want ik ga, het is nu 7 uur, ik ga baan verkennen. Ik heb al lekker ontbeten hier in de vrachtwagen. Ik zal eventjes laten zien voor degenen die de video van hiervoor niet hebben gezien. Van de reis met de boot en hoe het hier zo eruit ziet. Het wordt zeker een hele leuke video, want deze gaat helemaal over de wedstrijd. Ik moet zaterdag en zondag rijden en het is vandaag donderdag en vandaag is een traindag. Gisteren heeft hij dan natuurlijk kunnen uitrusten van de reis. Morgen traindag en vetcheck. Ga ik ook allemaal filmen. En ja, ik zou zeggen heel veel plezier met kijken. We zijn vandaag in het zwart en grijs en paars. Ik heb geen grijze rijbroek. Ja, dat is het eigenlijk.
opvangen, opvangen, dit, en ga eruit. Hoe voelt dat dan? Dat laatste, dat is een passage. Dan heb je hem echt achterop gesloten in de klim. Weer wenden en weer die passage sluiten. Dus geen kiaf. Op, op, op voor, twee handen op, dit, sluiten, 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 dit, dit, dit. En eruit. Super braaf. Weer wenden. En dan ga je weer richting die piaf. Mooi op. Gesloten. Kleiner. Klikkertje erbij. Opnemen. Ga er maar uit. Super braaf. Ja, dus je werkt. Zo, ik heb eventjes waar verkend. Hij was echt super braaf. Ik zal nu de camera omdraaien. En jullie op de terugweg meenemen hoe de weg naar stal gaat. Maar dit hele lange pad moet je dan aflopen. Dus ik ga hem nu eventjes uitzetten en dan pak ik hem straks weer op als er wat te zien is. Dit hele eind hebben we net gestapt. En nu zijn we hier zo weer bij de stallen een beetje. Kleiner, ademen die hand terug. Dit, 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 dit. En galoppeer maar aan. Om het binnenbeen heen. Super. Dat was hem. Doe je hem? Zal maar. Ja, belonen maar. Ja, ga maar door. Stap, belonen, hij is klaar. Meer hoeft hij niet. Super. Hij dit echt volhoudt, kijk wel goed hoor. Maar dit is gewoon ook bij jezelf een kwestie van in je rijtechniek nog meer of nog secuurder zijn in hoe je hulp aangeeft en wat je aan reactie op de hulp krijgt en hoe je daar dan mee omgaat. Zo, weer een nieuwe dag vandaag. En ik ben heel laat begonnen met filmen, want het is nu, man, hoe laat is het? Kwart over half drie. Half drie is het al. Ik heb vanmorgen even baan verkend, want dan kan hij ook gelijk even zijn benen strekken. En daarna heb ik weer getraind met Alex en Patrick. En het ging nog beter dan gisteren. Maar we zitten nu eventjes op de camping te chillen. Om 4 uur is de vetcheck. En daarna zijn we dan eigenlijk klaar. En ik ga heel suf eventjes chillen met mijn favoriete woordzoekspelletje. En mijn moeder zit... Ik moet even laten zien hoe het hier uitziet. En mijn moeder zit Candy Crush te doen. Want daar is ze al jaren verslaafd aan. Ze heeft zelfs een keer voor de verjaardag een Candy Crush taart gekregen van Koen. Nou, dat werkt niet zo. Kussen. Je gaat ook heel raar. Ik heb Brand op zitten. Hierheen kijken. Ga maar. Kijken. Lekker met een bandje zo erbij, zo met charmant. Zo, ik ben even heerlijk gedoucht, mijn haar gewassen. Ik ben in een hotelkamer, want we kregen vanaf het weekend van de voor de federatie een hotelkamer waar we konden slapen. Ik heb net even een banaantje gegeten, want ik heb best trek. Het is nu, even kijken, 8 uur denk ik. Oh, 7 uur. Scheelt weer. Maar kijk, we kijken over... Ik weet eigenlijk niet waar we nu zitten. Niet in Valsterbo, volgens mij. Misschien ook wel. Nou ja, goed verhaal. We houden daarmee op. Maar goed, we konden hier zo slapen. Maar ik slaap altijd gewoon heel graag in de vrachtwagen en dicht bij Diano. Want het is zeker wel 20 minuutjes rijden met de shuttle.
Wat ook allemaal de ruiters niet hoeven te betalen. En alles is zo goed geregeld. Ik wil wel even zeggen dat het echt een leuke wedstrijd is. Ik ben hier natuurlijk al een hele tijd geleden geweest. Maar nu ook met de mensen met wie we zijn. En het weer is goed. En je kan overal als ruiter drinken halen. En er staan fruitmanden waar je appels en bananen kan pakken. En dat is allemaal gewoon, kan je gewoon pakken over heel het terrein, zeg maar. We gaan met z'n allen treinkaartjes kopen. We zijn met Patrick, Hans-Peter, Alex, Jeroen, Sabine. Oh ja, Sabine moest ik betalen als ze in de video komt. Maar gaan we natuurlijk niet doen. En mijn moeder. Maar we gaan nou treinkaartjes kopen, want we gaan twee haltes naar een pleintje om te eten. Ja, ik heb niks. Maar we niet mogen liggen. Ja. Nee, neem de fles wel. Neem de fles. Goedemorgen. Het is voor 7 uur. Gisteren ben ik alleen naar het terrein teruggegaan. Ook iets eerder gestopt met het uit eten gaan. Ik had natuurlijk mijn eten wel op. Maar daarna alleen met de taxi, alleen met de shuttle terug. Dus dat ik nog even Diana goed kon verzorgen en eten geven voor de avond. Ik heb hier geslapen. Mijn moeder heeft in het hotel geslapen. Ik ga baan verkennen en vandaag is competition day. Je gooit ons lekker aan. Adem in die hand. Sluiten. Goed. En draaien. Tikje. Tikje binnenbeen. Hebben. 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 Voel je dat timing alles is? Dat was echt super gereden. Heel mooi. Hand veranderen. Goed. Ik denk dat we het hier wel bij kunnen laten, die pirouettes. Hè? Laag, zacht, mee. Ietsje adem met die hand. Nou, eigenlijk je hand alleen ontspannen. Ja. Is goed. Goed gereden. Mooi. Zo. Row mee. Mooi. En los. Heel goed. Zullen we de series een keer meepakken zo? Goed. Dat is mooi. Duidelijk afdrukken. Dit. 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 Goed gereden. Prima. Mooi. Zo mee. Watermeloentje. Maar eet meer die schil dan het zoete. En vlekken, die vlekken op je witte rijbroek ook, Daan? Ja, lekker die rode vlekken. Vindt die schil lekker hoor, Daan? Hij vindt dat. Nou ja. We bijna vergeten een update te doen over hoe het ging. Het ging echt heel goed. Losrijden ging echt heel goed. De proef begon heel goed. Alleen in het eerste appiëment ging die. Galoppeerde die aan bij de inzet. Echt super zonde. Want verder ging het eigenlijk best wel heel goed. En bij mijn aangaloperen, passage aangaloperen, ging die me eigenlijk voor. Wat hij nog nooit heeft gedaan. Die fout heeft hij eigenlijk nog nooit gemaakt. Want ik vroeg alleen een klein beetje stelling om aan te galopperen. Dus dat was heel zonde. Dat waren ook echt drieën en vieren. En ook dubbeltellers, zeg maar. Want dat appiëment is een dubbelteller. Dus super zonde. Dat drukte natuurlijk mijn score heel erg. Maar ik had nu eindelijk ook hoge cijfers voor mijn overgangen Piaf Passage. Die gingen ook echt heel mooi vloeiend, hè man? Ja. Echt klakkeloos zo. Passage, Passage, Piaf, Piaf, Passage, Passage. Echt super mooi en dat voelde ook echt goed. Dus ondanks de foutjes. In eerste instantie baalde ik wel heel erg. Maar toen heeft mijn moeder me even toegesproken dat ze zegt van jij. Het ging echt, het was allemaal zo mooi en het gaat nu allemaal zo goed. En ook het losrijden, oh die zon die steekt heel erg in. Ook het losrijden gaat nu eigenlijk zo onwijs goed.
Dus we zijn allemaal heel erg trots. En ook de mensen die het gezien hadden, die zeiden ja, echt jammer van die foutjes, maar je had zoveel mooie dingen. Dus dat was heel eventjes de update over de proef. Medan om vi skritt och tre ben i marken och ett ben lyft. Det som eftersträvas ett höllt är en... Här gäller det att rida snabbt utan att hästen går över i galopp. De har aldrig tävlat på gäss, för det är antigrus och det är viktigt med underlaget när islasen är Sveriges mest flitiga ryttare. Här vi verkar ha velat ändra i startordningen här då. Det är istället Hans-Peter Middenhård från Holland. Han är en mycket duktig dressyrryttare. Han har OS-medaljen i dressyr 08, VM-guld 2010. Här kommer han! Nu is even lekker aan het drinken. Goed gedaan, hè, Knul. Ik heb echt een lekkere rit gehad. Ik ben super trots. Mijn score was weer tegen de 67 aan. En dan, ja, dan vind je het jammer dat de score niet iets hoger uitvalt. Maar volgens mij was het echt een hele goede proef. Ik heb in ieder geval lekker gereden. En dit was de eerste keer. En ze zeggen altijd wel, de special is echt een hele lastige proef. Maar ja, het ging hartstikke goed. Hi, jongen. Ja, eigenlijk alleen in de eners ging hij dan voor me uit. Omdat ik dat altijd een beetje liet gebeuren. En dan ging ik gewoon erin mee. Oh, hij is echt moe nu. Ja, slijmbal. Maar nu wilde ik hem laten wachten om hem iets rechter te maken. Toen maakte hij er al één. Dus dat heeft wel een hoog cijfer gekost. En volgens mij telt hij in de special ook twee keer. Dus ja, dat tikt natuurlijk wel weer lekker aan. Hallo. Knul. Niet mijn vinger opeten. Maar we hebben al wat spulletjes opgeruimd in de vrachtwagen. De Tamar, die is nu, die ook in het team zit, die is nu aan het losrijden. Die rijdt ook special. Want die van haar kan ook heel mooi uitstrekken. Dus daar hebben we natuurlijk een beetje rekening mee gehouden. Dat de paarden die mooi kunnen uitstrekken special rijden. En daarna moeten Hans-Peter en Patrick Kuur rijden. En die kunnen we wel zien. Dus we gaan eventjes Diana lekker naverzorgen. En dan kijken hoeveel team eindigt vandaag. Hopen dat we wat mooie prijs krijgen, hè, jongen. Lachen!
We zijn nu een paar uurtjes onderweg. Spoken, de muziek gaat ineens aan. Diana die staat heel eventjes wijd. Ik heb pinkjes op de grond gekregen. Water. Sloor staat klaar. Ik weet niet of ze dat wil. Volgens mij ook mijn moeder terug. Oh. Oké. Kijk, daar is Patrick. Daar reden we achteraan. Daar is Jeroen. Deze gate is gesloten, zegt hij. Hij is net wakker, hij ligt alleen maar te meuren. Oh, en daar komt Patrick, dus we gaan weer rijden. Diana, ik ga je weer goed zetten, jongen.